spreker op mijn lijst is collega Klaes. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb tegen het verslag Huang Ngoc gestemd. En de voornaamste reden daarvoor is de lichtzinnigheid waarmee eens te meer wordt gepleit voor nog meer massale immigratie richting Europa. Hoe wereldvreemd kan dit Europees Parlement eigenlijk nog worden? Onze grote steden kreunen nu al onder het probleem van de massale en ongecontroleerde immigratie. Het wordt tijd dat er op Europees niveau een kosten-batenanalyse wordt gemaakt van de immigratie van vreemdelingen van buiten de Europese Unie. En de regeringen van meerdere lidstaten die al met de vraag geconfronteerd zijn, hebben geweigerd om de kostprijs van de immigratie te berekenen en vinden het blijkbaar ongewenst dat er enige kennis bestaat over die materie. Hoe is het eigenlijk mogelijk? En moeten we ook eens rekening houden met de problemen voor de derde wereld, die een brain drain zien gebeuren, waardoor de vitale krachten van die maatschappijen worden gedraineerd naar Europa, waardoor de problemen daar alleen nog erger worden met nog meer immigratie tot gevolg. Dank u. Vielen Dank, Herr Kollege Klaes. Dank u, collega Klaes. Dan horen we nu stemverklaringen over het verslag Théon. Eerst collega Dots. Mevrouw Dots. Collega Dots, u heeft het woord, mevrouw. Het is uw beurt.